Onderweg naar een gesprek met burgemeester Maarten Afflinga. In Amerika is het een goede gewoonte om na 100 dagen van het aantreden van de president de eerste balans op te maken. Wij zijn anders en wilden dat met de burgemeester eigenlijk na 200 dagen doen. Maar de burgemeester had het te druk. Wij zijn razend benieuwd waar de burgemeester het de afgelopen tijd zo druk mee heeft gehad. Kijkt en luistert u mee. We hebben afgesproken bij de koppel. Het is natuurlijk een prachtige gelegenheid. Het weer werkt niet echt mee vandaag. Daarom gaan we naar binnen. Goedemiddag. Hallo, wat leuk voor elkaar. Ja. Oh, de netjes de afstand, maar ik heb raad mijn mondkapje op. Nou, ik niet. Maar ik denk 1,5 meter, we kunnen toch? Zeker weten. Maar zo zitten we vaak. Zo zitten we. Maar kom als die afgaat? Ja, ik vind het prima. Ik praat wel iets makkelijker. Ja, vind ik ook. En veel leuker. Ja, zo is het. Zonnetjes van er net door. Nu is het weer een beetje verhoord. We wilden graag op het terras, maar helaas. Bijna. Geen goed. Bijna. Ja. Nog even afwachten. Hè. Wat een geweldig mooie plek is dit, hè? Ja, nou ja, goed. Op basis van ons eerste interview weet ik dat u de schoonheid van de natuur in Harderwijk zo mooi vond. Ja, zeker. Dus, nou ja, waar kan je dan beter zijn dan bij de kop? Nu nog een keer hier erin springen om te zwemmen, hè? Ja, nee. Ja. Oh, daar komen we zo nog op. We hebben een zwembroek bij u. Hij ligt wel in de auto. Echt? Want ik heb afgelopen woensdag weer voor het eerst gezwommen hier in het zwembad. Echt waar? Dus ik heb de draad alweer opgepakt. Oh, heel goed. Maar dus u wilde het toch ook graag weer open water? Ja, dat gaat ook wel op. In de vecht gelegen? Nee, hier nog niet. Nog niet? Nee. Maar kunnen we straks doen? Ja, maar ik heb wel mijn zwembroek bij me, maar de rest natuurlijk nog niet. Dus ik heb normaal in deze periode gebruik ik dan een swimsuit. Ja. Dat wel, want kijk, je kunt erin springen en dat is op zich niet erg. Maar als je een half uurtje in ligt, dan word je wel fris. Ja, toch. Dus daar heb je nu nog wel een swimsuit bij nodig. Ja. Weet u hoe lang u al burgemeester bent trouwens? Vanaf 25 september. Ja, hoeveel dagen? Dat... Oh nee. Ik hou de telling niet bij. Ik heb het uitgerekend, als ik goed gerekend heb, 245 dagen. Kijk al. Ja. Dus we zijn een heel eind op streek. Ja. En, ik hoop dat er nog heel veel meer volgen. Ja, is dat zo? Ja, absoluut. Want het bevalt me buitengewoon goed hier. Oh ja? Ja. En wat dan? Wat gewoon bevalt dus in feite de hele sfeer, de mensen die ik tegenkom. En ook al lijkt dat dan lastig met corona, voor mij is er voldoende gelegenheid om met mensen in gesprek te zijn. Zo ben ik bijvoorbeeld hier ook wel een keer geweest en met de directeur en mensen gesproken. En wat we natuurlijk gedaan hebben is publicatie in de toren om doorheen te vragen. Willen mensen met mij praten? Dan doen we een wandeling. Ja. En ik heb heel wat vragen al gehad. En ik heb al heel wat gewandeld. Onder andere dan hier. En dan loop ik zo richting Divla, zal ik maar zeggen. Door het prachtige pad. Door hier het Vechtpark. Geweldig. Maar ook in andere kernen ben ik al geweest in Gramsberg. Ik ben op Demenswaard aan de wandel geweest. Dus dan heb ik maar een 1-op-1 gesprek. Maar het is wel heel waardevol. Maar waar komen mensen dan mee? Heel verschillende onderwerpen. Dat kan soms gaan over kunstcultuur. Dus iemand heeft mij ook al eens over de mooie kunstvoorwerpen meegenomen. Ze hebben gesproken over jeugdproblematiek. Ik heb ook wel eens gehoord over het mooie onderwerp, het verdrietige onderwerp eenzaamheid. Oh ja. En dus ze brengen allemaal onderwerpen onder de aandacht. Ja. Wat ik dan vaak doe, dan maak ik een korte memo, geef dat dan door aan de wethouders of secretaris. Ja. En dat wordt dan opgepakt. Oké. Ja. En hoe staat het met de eenzaamheid in Harderwijk? Hebt u daar een beeld van? Nou kijk, op de inhoud is dat dan natuurlijk weer lastig, want iemand brengt dat onder de aandacht van dit is een belangrijk onderwerp. En de burgemeester heeft wel oog voor het feit dat de mensen in de eenzaamheid zijn. Ja. En dat vind ik een heel serieus signaal, want dat betekent wel dat wij als gemeente daar simpelweg op moeten inspelen. Maar... En dat betekent via onze programma's om mensen wel op te zoeken en te vragen dat de samenleving ook oog heeft voor mensen die eenzaam zijn.
En hoe kan je dat dan doen? Waar doe je dat mee als gemeente? Nou, je kunt als bijvoorbeeld iemand in de buurt ziet dat iemand eenzaam is, dat doorgeven aan de gemeente. Er zijn mogelijkheden als ze bij ons aan de balie komen dat ze ondersteuning en hulp krijgen. Dus we hebben meerdere programma's lopen, ja, dat mensen daar een begeleiding in krijgen, geholpen kunnen worden om uit die eenzaamheid te komen. Maar hoe dan? Kan je daar concreet voor? Nou, ik heb zelf nog niet een directe vraag gehad. Hè? Nee. Dus daarvoor hebben wij specialisten op onze afdeling maatschappelijk domein, ja, die betoefd zijn om te weten hoe ga je daar nou mee aan de slag. Okay. Dus en hoe doe je dan bijvoorbeeld een beroep op de stuw? Ja. Automaatje, ja. Nou ja, er zijn zoveel, ja, projecten. Samen doen hebben wij in onze gemeente. Ja. Dus er zijn verschillende vormen in onze gemeente aanwezig, dat we de mensen daarin kunnen helpen. Ja. 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 En dat kan soms betekenen dat ze geholpen worden bij wijze naar een vereniging te gaan, geholpen worden om weer mee te gaan in het sociale leven, wie weet te helpen naar werk. Allemaal. Maar goed, het sociale leven, hè, als u het daarover heeft, ligt toch eigenlijk voor een belangrijk deel stil op, ja, het moment. Ja. Hoe moeilijk is dat dan? Echt heel erg moeilijk. Ja. Want sommige mensen hebben de energie om uit, ik zou maar zeggen, in de coronacrisis heel goed hun weg te vinden. Maar dat is juist zo belangrijk als je mensen hebt in de eenzaamheid. Ja. Die hebben het veel moeilijker. Ja. En die zijn letterlijk en figuurlijk, doordat er zoveel beperkingen op dit moment zijn, ja, ja, in die vereenzaamheid terechtgekomen. Ja. En ik vind ook een samenleving als Harneweg moet oog hebben voor die mensen die nou dreigen in die vereenzaming terecht te komen. Wat vindt u persoonlijk eigenlijk de moeilijkste beperking? Is dat het dragen van een mondkapje? Was het de avondklok? Wat hebt u zelf als... Je bedoelt in mijn rol als burgemeester? Ja, kijk, het liefste wat ik wilde was natuurlijk veel gesprekken hebben met verenigingen, plaatselijke belangen. Oftewel de grotere groepen, ja, die hun verhaal ook graag met mij willen delen. Ja. Ja, dat vind ik een groot gemis. Ja. Daarvoor ben je ook als burgemeester. Ja, contact met de samenleving. Klopt. Maar ik bedoel eigenlijk meer, waar heb u persoonlijk de meeste last van? De anderhalve meter, het handen wassen, de maatregelen. Ik vind, de maatregelen in die zin vind ik eigenlijk wel iets waar je mee uit de voeten kunt. Ja. Het is wel hinderlijk als je niet meer elkaar een hand kunt geven. Maar aan de andere kant, met respect. Ik wil niet dat jij ziek zou worden als ik het zou hebben. Gelukkig, nee, ben ik gespaard gebleven, ja, door mijn gedrag. Ja. Uit oogpunt van een stukje, laat ik maar simpel zeggen, naast de liefde voor elkaar. Ja. Rekening houden met een ander. Ja. Dus het heeft mij geholpen om te denken uit die betekenis. Ja. Naast de liefde voor elkaar. Hoe makkelijk kan het zijn om een mondkapje te dragen, even niet de handen te schudden. Dat het een gemis is om op die manier met elkaar om te gaan, ja, dat is een feit. Ja. En ik vind het ook wel jammer, hè. Neem een simpel voorbeeld. In het begin heb ik één keer een bezoek aan plaatselijk belang kunnen brengen. Dat was in dit geval Raderwijk. Ja. En daarna niet. En nee, dat vind ik wel heel jammer. Ja, precies. Als u het nou, want u had vast niet verwacht vorig jaar september, nee, dat we nu nog, hè, met, nee, de pandemie, nee, te maken zouden, ja, hebben. Als je dan terugkijkt. Was het dan het goede moment om die carrière switch te maken van wethouder naar burgemeester? Of had je dan toch liever een paar jaar gewacht? Wel, één antwoord. Het is het goede moment geweest. Ja? Ja, absoluut. Waarom? Voor mijzelf. Omdat, ja, ik het een buitengewoon mooie uitdaging vind om in deze baan mijn weg te vinden. Ja. En een burgemeester moet ook niet de omstandigheden schuwen die hem overkomen. Want dat zou betekenen dat ik in een ideaal huis zou terecht willen komen. In een gespreid bedje. En een gespreid bedje. En dit maakt het juist zo leuk om het verschil te kunnen gaan maken als burgemeester. Ja. En wegen te gaan vinden dat je wel in contact bent met de samenleving. En wel op andere manieren het gesprek kunt voeren met inwoners. Ja. En wel aandacht kunt besteden. Dus het vraagt ook een nieuwe creativiteit. Ja. Niet alleen van mij als burgemeester. Nee. Maar het vraagt ook van de samenleving bewegelijkheid om met elkaar aan de slag te gaan. En dat, ja, vind ik ook wel weer de veerkracht van Harneweg. Ja, is dat, maar is Harneweg daar uniek in? Of nou ja, ik zit niet bij andere buren te kijken, omdat, nee, mijn focus op Harneweg ligt. Ja. En of ik nou gesprekken heb in Balkbrug, in Sint-Culo, in Gammersberg of Harneweg. Je merkt allemaal dat mensen last hebben van de corona. Ja. Het zou namelijk ook een raar verhaal zijn dat we zeggen, nou, we zijn blij met dit. Nee, precies. Dus iedereen, en ik ook, zou het heerlijk vinden als het echt voorbij is. Ja. Ik zit liever met u op een terrasje een goed kop koffie te drinken.
Dat maakt het leven een stuk leuker. Nou ja, nu een lege tafel, hè, een beetje jammer. Maar... Ja, maar het zij zo. Alweer we te goed, zo. Absoluut. Ja. Dat toch? Ja, maar het is veel leuker om op die manier op een, ik zal zeggen, weer de normale menselijke maat met elkaar om te willen gaan. Ja. Zou je, want we komen langzamerhand uit de pandemie, hè, ja. Als we het allemaal mogen geloven. Zou u dan wel weer handen gaan schudden? Bijvoorbeeld, je hoort ook mensen die zeggen, nou, ik niet, ik hou het wel bij de elleboog. Nou, ten eerste, een burgemeester moet altijd wel respect hebben voor degene die die tegenkomt. Ja. Dus ik ga inspelen natuurlijk op wat mensen willen. En het kan best zijn dat sommige mensen zeggen, nou, liever niet meer. Maar wat wilt u zelf? Ik vind altijd wel het vriendelijke handdruk. Vind ik wel zo prettig. Ja, ja, toch? Ja, absoluut. Dat heet bij de menselijke maat. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Nou, gaf u in een vorig gesprek al aan van ik wil eigenlijk, ik zoek het hartscontact, hè, ja. met de Hardenbergers. Is dat dan wel een beetje gelukt al in de afgelopen nou, 3/4 jaar? Ja, nou kijk, in een andere vorm. Ja. Hè, waar je misschien in, ik zou maar zeggen, een oude setting met 5 of 10 mensen aan tafel zitten. Ja. Dat kon niet. Nee. He, we konden niet grote groepen ontvangen in het gemeentehuis of naar een plaats belangvergadering toe gaan. Dat vind ik echt een gebrek en dat is gewoon heel erg jammer. Maar ook wel de jubilaren, denk ik. Ja, de 60-jarige echtparen. Ja, maar die hebben op een andere manier gezocht door bijvoorbeeld telefonisch contact te nemen. Ja. En ik vond het zelf wel heel erg leuk om telefonisch die gesprekken te hebben, mensen te feliciteren en de verhalen te horen wat men allemaal beleefd heeft. En dan begin je met een simpele vraag, ja, waar woont u? Heeft u uw leven lang al gewoond in Aardenberg? Ja. En dan merk je over het algemeen dat heel veel mensen al hier heel lang wonen, heel erg gelukkig zijn in het gebied en of dat nou in Delenswaardgrond, maakt allemaal niet uit. Nee. Je merkt dat er heel veel levensplezier is in Aardenberg. Oh ja? Absoluut. En dat vind ik dan wel heel leuk en inspirerend om te horen. Ja. Dus ik heb nieuwe wegen gevonden om één op één met mensen contact te hebben. Ja. En over het wonen, waar woont u zelf inmiddels? Ik heb nog niet een vaste plek. Ik heb wel een aantal opties de revue laten passeren. Dus ik heb een biedingen gedaan. Maar ja, u weet, de woningmarkt is op dit moment heel lastig. En ik wil dat wel heel netjes doen, volgens de gereguleerde manier. Ja. En ik heb ook al eens een keer achter het net moeten vissen. En dat hoort bij een burgemeester ook. Oh, echt? Ja. En waar gaat de voorkeur naar uit? Mag ik dat vragen? Een huis met een dak. Ja, dat begrijp ik. Maar in welk deel van de gemeente Hardenberg? Ja, daar ga ik me nog niet over uitlaten. Want weet, ik kijk in die zin met een open vizier op dit moment. En ik zoek gewoon simpelweg een leuk plekje waar ik goed kan wonen. Klein beetje privacy. En er zijn heel veel mooie kanten in onze gemeente. Een beetje buiten afgekeken. Ja. Simpelweg, ik kijk met enthousiasme rond. Maar ik heb een aantal keren, ja, dat overkomt mij ook. De woningdruk is erg groot, ook in onze gemeente. Ja. Dat zult u als u het volgt ook zien. Ja. Het is zoeken naar naar een geschikte plek. En hebt u goede hoop dat we inderdaad over 2, 3, 4 maanden helemaal klaar zijn met de maatregelen en dat allemaal weer normaal wordt? Ik wou dat ik een hele mooie glazen bol had. Ja. En met u zou zeggen, zullen we samen kijken hoe die over 2, 3 maanden is. Ja. Maar helaas, ik heb geen glazen bol. Nee. Ik ben ook hier niet gekomen als tovenaar, ik ben gekomen als burgemeester. Echt? Ja, ben u er wel aan gewend al om. Ja, ik kan mijn weg wel vinden maken. Kijk, mijn hart zou zeggen, oh, het liefste alles aan de kant. Ja. Dat we de corona, de hele coronasituatie achter ons kunnen laten. Ja. En ik denk, als ik dat zeg, dat zullen alle inwoners van Aardenberg zijn. Ja. Ik vind de veerkracht die de samenwerking heeft om daar goed mee om te gaan, dat is een heel groot compliment. Want ik vind het wel mooi om te zien dat wij niet hier een strenge burgemeester moeten zijn en allemaal beperkingen opleggen. De samenleving, en dat is het mooie, regelt het allemaal zelf. Is dat en zo? Past zich heel goed aan. En je hebt altijd wel eens een keer een uitwasje. Ja. Maar over het algemeen, als ik naar de breedte kijk, hoe de samenleving het oppakt, ben ik echt tevreden over hoe de Hardenbergers ermee omgaan. Oké. En daarover gesproken, wij komen uit de pandemie, hè, zeggen de hoge heren, met name door de vaccinatie. Ja. Heb ik enig idee hoe het zit met de vaccinatiebereidheid in Hardenberg? We kregen dat recent in het GWT, dat is het basisteam, het overleg met alle burgemeesters
in onze regio IJsseland, om te horen hoe dat zich ontwikkelt. En wij zien dat er een hoge bereidheid is voor vaccineren. Ja, dus hoger dan het landelijke gemiddelde? Oh, die cijfers kan ik niet vergelijken, maar ik durf bijna wel te zeggen ja. Je ziet er gewoon een mooie loyaliteit van de inwoners om te zeggen van als ik mij vaccineer, ben ik daarmee ook voor mijn naaste, voor mijn buurman, een stukje veiligheid creëer ik. En dat is ook een beetje de norenschap, hè? Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buurman. Ook dat eigenlijk gewoon doen. Gewoon doen. Ja. Ben je zelf al gevaccineerd? Ik ga iets verklappen, maar ik weet niet wanneer die uitgezonden gaat worden. Maar mijn vrouw die werkt ook bij de GGD. Oké. Ik ga niet vertellen waar. Doe er even niet toe. Maar ik weet namelijk dat zij zaterdag moet prikken. Ja. En ik heb mij op die locatie aangemeld. Dus mijn vrouw met een beetje geluk kan misschien mij prikken. Oh, echt waar? Ja, dat lijkt me heel erg leuk om mee te maken. Misschien wel tot op het bot. Komen alle emoties eruit. Maar, in ieder geval, ik ben van 63, dus ik ben ook netjes aan de beurt. Ja. Ik vond het absoluut niet chic om, ik zal maar zeggen, voor te dringen. Nee. Ik heb netjes gewacht op mijn uitnodiging en ik heb mij afgelopen weekend aangemeld. Dus zaterdag krijg ik de eerste. Zaterdag de eerste. Ja. En u bent niet bang voor bijwerkingen? Ik heb geen idee. Je weet niet hoe je erop reageert. Nee. Ik heb heel lang geleden, en dan praat ik wel over 20 jaar, eens een keer een griepprik gehad. Gewoon omdat ik daar tegenaan liep. Ja. Daar was ik wel beroerd van, dus ik hoop dat ik gespaard blijf. Je weet het maar nooit hoe je lichaam erop reageert. Nee, dat is natuurlijk de vraag. En je hoort verschillende verhalen. Sommige mensen die hebben een beetje, ik moet aan die kant blijven, geloof ik, last van hun. U heeft hem al gehad? Ik heb er één prik gehad. Okay. De tweede komt ergens begin. Ja. Maar sommige mensen hebben een klein beetje last. Anderen die liggen een paar dagen plat. Ja. Dus geen idee hoe ik reageer. Nee, nou, ik heb ook geen last gehad. Dus, kijk al. Dan ga ik uw goede voorbeeld volgen. Nou, laten we dat hopen. Nou, zei ik in mijn intro dat u het heel erg druk hebt gehad. Hè? Want we hadden dit gesprek al een week of zes eerder willen doen. Waar bent u zo druk mee geweest, behalve met het regelen van de pandemie, dat kan ik me zo voorstellen. Maar zijn er specifieke indrukken die u hebt opgedaan die u zijn bijgebleven? Ja, u bedoelt qua werk zo bij de afgelopen. Nou kijk, weet je, in een normaal patroon in het voorjaar en op deze periode ben je als gemeente altijd druk met een bijvoorbeeld een mooi woord als een kadernota. Dat heeft eigenlijk te maken de nota die voorloopt op de begroting die in het najaar behandeld gaat worden. Ja. Nou, daar ga je als college met elkaar, neem je de tijd daarvoor om dat goed door te nemen. Ja. Dat zijn belangrijke documenten. De wethouders allemaal hebben hun inbreng. Ja. Of het nou Martijn Breukelman is die verantwoordelijk is voor de financiën, of Albert de Rietschap voor de economie, Mirjam Lohman voor het sociale domein. Nou, binnenkort krijgen we een nieuwe wethouder. Ja. En dat heeft dus, omdat we Jan ten Katen, die is vertrokken, hè, die wordt burgemeester. Echt. De tweede eigenlijk al. Hè, en daardoor hadden we in die zin even een periode dat de zittende wethouders moesten het werk van de anderen overnemen. En ik heb ook mijn handen uit de mouwen moeten steken. Dus ik heb niet geschuurd om een aantal taken op mijn schouders te nemen. Ook een burgemeester, bijvoorbeeld de vastgoednota, afgelopen week is die behandeld. Ja. En zo zijn er een aantal onderdelen waar ik ook mijn verantwoordelijkheid heb genomen. Okay. Je doet het samen. En dat merk ik ook. Het is in die zin, we zijn nu weer met z'n vieren. En je krijgt een leuk team. Er zit energie in, er zit nieuwsgierigheid in. Ja. En dat is wel heel belangrijk voor een college. Je hebt gewoon weer lol met elkaar. Maar er zijn wel twee wethouders in een relatief korte tijd vertrokken, toch? Ja. Na uw aantreden. Eigenlijk best wel jammer. Antwoord ja. Dat is jammer als twee vertrekken. Maar dat was ook een hele legitieme route. Gitta Luiten kreeg een hele mooie uitdaging bij de BMC-groep. Ja. En die heeft ze met twee handen aangegrepen. En in feite is dat ook iets heel normaals. Dat kan gewoon gebeuren. Ja. Want er staat nergens, je bent verplicht om 4 jaar uit te zingen. Nee, dat klopt. En ze heeft heel veel mooie dingen voor onze gemeente betekend. Oftewel, jammer, absoluut ja. Maar logisch dat ze vertrok. Jan ter Katen kwam op een kruispunt waarbij de kans voor hem kwam te liggen om burgemeester te worden van Harderwijk. Nou, ik weet uit ervaring hoe mooi dat is. Ja. Dus eigenlijk, je zou hem het advies geven, doe dat vooral. Ja. Zeker omdat Jan zo'n hele mooie historie heeft in de Wolde gehad als wethouder. Ja. Hij heeft hier natuurlijk ook verschillende dingen meegemaakt. Heeft hele mooie dingen voor onze gemeente betekend. Een hele capabele man. Dus je kon ook zien bijna op een natuurlijke weg
groeide die naar deze stap. Dat dat in een korte tijd is, ja, dat is wel even lastig. Maar eigenlijk wel ook weer heel begrijpelijk. Ja, en je komt hem natuurlijk straks in een ander gremium wel weer tegen. Maar ik vind het in die zin, om heel eerlijk te zijn, als ik zie de inzet die een Alwin en een Martijn Heuvelman getoond hebben in de afgelopen periode om de schouders eronder te zetten. Nou, daar ben ik wel als burgemeester trots op, want die wethouders hebben echt even meer dan 100% gedraaid, zo niet 200%. Ja. Dus ja, legt een druk even op de situatie, maar het heeft ons ook wel weer energie gegeven om met de kop naar voren te kijken. En dat is belangrijk voor onze gemeente. Zeker, absoluut. Kijk, we hebben een gemeente waar veel energie in zit. Ik ben, als je kijkt naar het ondernemerschap, de familiebedrijven, de houding om te werken. Dat is echt, daar kunnen we heel erg trots op zijn. Ja. Dat wordt ook omarmd door het college. En een college is ervoor om juist de burgers, de inwoners, te ondersteunen, te faciliteren. En dat geldt ook bij de bedrijven, maar geldt ook paragraaf als bijvoorbeeld kunst en cultuur. Ja. Dus we hebben heel wat te doen met elkaar. Daarover gesproken, de sector cultuur met name is natuurlijk heel hard geraakt door de pandemie. Als het goed is, gaat volgende week de bioscopen weer open, de theater. Ja. Waar ziet u het meest naar uit, wat dat betreft? Een mooie simpel iets. Ik had altijd met mijn dochter, de jongste, de afspraak om bijvoorbeeld naar de film van James Bond te gaan. Oh. 2 jaar geleden kwam die uit. Die hebben we nog steeds niet gezien, de nieuwste. Dus dat is er eentje, wij zeiden dat recent nog tegen elkaar. Ja. Oh, daar moeten we weer naartoe. Maar een mooi theaterbezoek of een museum, ja, dat schuw ik ook niet. Dus dat vind ik allemaal heel leuk om te gaan doen. Ja. En in die zin, we hebben een pracht van een theater hier in Harderberg. Maar ik ben ook al in Deelens gevraagd geweest toen in de periode van de verkiezingen. Heb ik ook gezien, een pracht van een locatie. Dus wij zijn in onze gemeente wel rijk met mogelijkheden van die cultuur. Nou, en dat verder met elkaar doorontwikkelen, ja, dat is wel een uitdaging. Nou heb ik wel de indruk dat u nog niet, nou geen 10% hebt gezien van wat Harderberg eigenlijk te bieden heeft. Hè? Want Harderberg is altijd bruisend in de zomer. Allerlei festivals, de Taptoe, je kan het zo gek niet bedenken. Allemaal niet meegemaakt nog. Wel filmpjes van gezien misschien? Ja. Of het de Bolfeesten zijn, of het pleinfeesten. Veel gezien, ja, absoluut. Ja. Dus in die zin, er staat nog wel heel veel leuks te wachten voor mij. Maar goed, al met al hebt u dus prima naar de zin. Volmondig, ja. Echt. Ja. Ik geniet hier geweldig. En ik merk dat ik mijn draai hier vind. Lydia is hier af en toe ook. En dan we kijken ze met het fietsen rond. Maar reist u elke dag op en neer naar Friesland? Ik zit hier ergens in de buurt, heb ik een plekje. Dus ik zit maandags tot en met vrijdags in Harderberg. Af en toe ook in het weekend. Ja. Dus, dus kortom, ik zit hier eigenlijk al. Ja. Oh, en werken in het lelijkste gebouw van Nederland. Ervaart u dat ook zo? Of zeg je, nou wij maken hiervan dat wij het mooiste en markantste gebouw van Nederland hebben. Aha. Want u moet toch toewezen dat hij wel heel markant is. En weet, mooie gebouwen en markante gebouwen gaan altijd op een gegeven moment geschiedenis schrijven. Dus eigenlijk, Harderberg schrijft zijn eigen geschiedenis. Waar gaat u geschiedenis mee schrijven in Harderberg? Dat ik in die zin toegevoegde waarde wil zijn voor deze gemeente. En verder wil doorbouwen naar de toekomst van Harderberg. En dat betekent zowel op het goede wonen, het goede leven, het welzijn en welvaart van haar inwoners. En ik ga nu niet in één keer zeggen, dat wordt een majeur gebouw, want daar moeten we niet in één keer nu de oorlog mee gaan winnen, absoluut niet. Nee. Het gaat uiteindelijk om onze inwoners, dat die hier gelukkig zijn. Hebt u nog een laatste boodschap misschien voor onze kijkers? Nou, ik wens in ieder geval iedereen een hele mooie zomer toe. Ik hoop van harte natuurlijk dat u lekker allemaal kunt ontspannen, genieten van of als u in Harderberg blijft in ons gebied, of u weet elders. En vooral weer na de zomervakantie veilig thuis. En laten we dan maar hopen dat we het glas kunnen heffen op een coronavrije periode. Nou, in het kader van het glas heffen, weet u welke dag het vandaag is? Ik ben ook niet eens. Een bijzondere dag, help mij. De internationale dag van de Chardonnay. Oké. Ja, je moet het maar weten. Ja. Ik heb helaas geen flesje voor meegenomen. Dat is hoopvol al te krijgen. Ja, ik kan het me voorstellen, ik dacht in het kader van integriteit laat ik
wilde ik u eigenlijk niet voor het blok zetten. Dus dat is een hele wijze inderdaad, want ja, bestuurders moeten daar altijd alert op zijn. Ja, dat ze rolzuiver zijn, zoals dat zo mooi heet. Precies, maar u houdt er wel van een glaasje Chardonnay? Nou, als het eens een keer in het weekend plaatsvindt, dan vind ik het niet vreemd. Maar ik ben, dat weet u, ik hou van sporten, dus dan ben je altijd wel bewust van dat je dat een beetje makkelijk laat staan. Over sporten gesproken, we gaan dus niet de vecht in. Vandaag nog niet. Nee, vandaag nog niet. Nee, want wij moeten een volgende keer natuurlijk nog een leuk nieuw item maken. Dus wie weet is dat de gelegenheid. Nou, laten we wat zeg ik nu, hè? Laten we daar dan vanavond thuis in. En laten we dan veel meer Hardenbergers uitnodigen die meegaan. Dus dat ik hier niet alleen in spreek. Dat zou geweldig zijn. Ik hou u eraan. Een vitale samenleving. En dan wil ik wel vitaal het water inspringen. Nou, geweldig. Dank u wel voor dit gesprek. Het was me aangenaam. Ja, mij ook. Dank u wel. Voor herhaling vatbaar. Helemaal goed. Dank u. Dank u.